De politie zegt in een persbericht dat zij vandaag opgetreden heeft tegen demonstranten. Vier actievoerenden zijn aangehouden, onder wie twee leiders. Volgens het korps heeft de regiocommandant van Paramaribo, commissaris Inder Jan Bahadur, in het weekend telefonische gesprekken gevoerd met onder andere Harold Kabenda, die als woordvoerder van de actiegroep optreedt. Daarbij is gevraagd naar de strategie die vandaag door de actiegroep zou worden toegepast, zodat de politie daarop kon inspelen. Eveneens het voorstel gedaan om met de actiegroep en de districtscommissaris aan tafel te gaan zitten voor wat betreft de naleving van wettelijke voorschriften. Aan de politie is medegedeeld dat de actiegroep zou vergaderen in Theater Uniek en dat zij niet de straat op zouden gaan. Tegen alle mededelingen in toog de actiegroep de openbare weg op. De instructies van de politie zijn genegeerd en er zijn beledigende uitspraken gedaan. Ook is steeds getracht om het cordon van de politie te omzeilen. Hetgeen heeft geresulteerd in het politieoptreden van vandaag. Een manspersoon hinderde een speciale eenheid van de politie in hun optreden. Een ander manspersoon bracht een politieambtenaar vuistslagen toe in zijn gezicht, terwijl hij in gesprek was met een van de leiders. De politieman, zijn gezondheidsbril, ging daarbij stuk. De politie bericht verder dat het recht op vreedzame demonstratie en vrije meningsuiting is verankerd in de grondwet van Suriname, met inachtneming van bij wet vast te stellen bepalingen. Een van de bepalingen die bij wet is vastgesteld, is dat voor het houden van een vreedzame demonstratie er vooraf een vergunning moet worden aangevraagd bij de commissaris van politie in Paramaribo of de districtscommissaris. Het demonstreren zonder vergunning levert een overtreding van de politiestrafwet op. Ook het niet opvolgen van de door de politie gegeven bevelen is strafbaar volgens artikel 49 en 50 van de politiestrafwet. De politie doet daarom een beroep op de samenleving om de bij wet vastgestelde regels na te leven. De twee leiders zullen worden heengezonden nabij procesverbaal te zijn verhoord. In overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zal worden nagegaan welke maatregelen genomen zullen worden tegen de twee verdachten die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd tegen de politie.